FC Den Bosch TV wordt mede mogelijk gemaakt door Macon Sport en Van Wanrooy Bouw en Ontwikkeling. Welkom bij FC Den Bosch TV. Ja, na de 3-0 winst van FC Den Bosch op RKC Waalwijk moest de nieuwe trainer René van Eck in zijn eigen stadion aantreden tegen FC Emmen. En dat is een niet zo gemakkelijke tegenstander. Ze staan bovenin in de Jupiler League, maken nog kans op de periodetitel en hebben de meest scorende ploeg van het hele betaalde voetbal. En tegen die ploeg moest FC Den Bosch proberen zijn volgende puntjes te pakken. En zowaar dat lukte. Met veel strijd en passie wist FC Den Bosch zijn tegenstander opzij te zetten. En wist uiteindelijk de wedstrijd met 2-0 te winnen. Wij maakten een samenvatting van die wedstrijd. En daar kunt u nu naar kijken. Ja, FC Den Bosch na de 3-0 winst op RKC Waalwijk. Nu een thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Gevaarlijk ploegje wat op de vierde plaats staat. 60 doelpunten heeft gemaakt, het meeste van het hele betaalde voetbal. En op jacht gaat naar de volgende periodetitel. Maar FC Den Bosch gaf van meet af aan goed tegenspel. En probeerde de tegenstander vast te zetten. En het spel te verplaatsen naar de helft van de tegenstander. Kleine blessure van Anthony Leurling. Keeper Merits die de bal weer toegespeeld krijgt. En dan gaat Anthony Leurling opnieuw fel in de aanval. Vrije trap. En dan Tim Hofstede, let op, een diepe bal op Jort van der Zanden. Van der Zanden gaat door, krijgt de mogelijkheid, schiet. En dat gaat hem net rakelings naast het doel van Merits. Had een beter lot verdiend. Aan de andere kant probeert Emmen het wel. Maar de defensie van FC Den Bosch die staat paraat en zorgt dat het achter goed gesloten blijft. Verre uittrap van Merits. Wordt teruggespeeld door Alexander Mols. Heemskerk. Weer zo'n diepe bal, want het zijn vaak lange ballen. En dan komt Cas Peters, geeft dan nog even een duw. Maar Heemskerk is op tijd uit zijn doel om te voorkomen dat die bal erin gaat. En ook Bergkamp krijgt geen kans. Goed gezien van Statie. Ingooi FC Den Bosch. Jort van der Zanden probeert de bal met een omhaal naar het doel te krijgen, maar het lukt niet. Dan is het Belteman, Thomassen. Thomassen van der Zanden en dan Mols nog misschien. Kan er net niet bij. Dan een overtreding aan de rechterkant van FC Den Bosch. En dat was een overtreding van Moreno Rutte. De scheidsrechter van deze wedstrijd was Otto. Deed het trouwens heel goed. Kleine overtreding van Anthony Leurling op Frank Olijven. Snel genomen op Bacatti. Even terug op Resida. En dan weer zo'n gevaarlijke kopbal die de rakelings langs het doel van Heemskerk gaat. Maguire. Er net niet bij. Maar dan komt Anthony Leurling, let op. Dan gaat als in zijn oude vroegere dagen toen hij de uitblinker op het veld was. De actie van Belteman. Dan weer een diepe bal waar Jort van der Zanden op loopt, maar die kan hij net niet bij. Bacatti. Ja, die Bacatti die kon het wel aan die rechterkant. Maar het voorzetje is niet goed genoeg om gevaar te stichten voor Heemskerk. Dan Maguire.
blijft net overeind en op de voet van doelman Merits. Almeida, maar die loopt zich vast. Probeert dan wel via Cas Peters en die bal gaat raken links naast het doel. Het was Bergkamp overigens. Dan weer zo'n afstandsschotje waar Heemskerk wat moeite mee heeft. Maar de sluitpost van FC Den Bosch is betrouwbaar. En dat was wel Cas Peters natuurlijk. Leurling. Nog een keer Leurling en dan komt hij. Ja, dat was schitterend. Anthony Leurling in combinatie met Thomassen. Die pikt de bal van de voet van zijn tegenstander. En dat was Almeida. En schiet hem perfect in. 1-0 voor FC Den Bosch. En natuurlijk is René van Eck ontzettend blij met die voorsprong. Die met hard werken tot stand is gekomen. Zo'n kleine 3400 toeschouwers op de tribunes bij FC Den Bosch. En dat is voor een maandagavondwedstrijd is dat best veel. Weer een kopballetje van wie anders als Cas Peters. Dan gaat FC Den Bosch weer. Thomassen. In de draai. Nog een mogelijkheid. Maar blijft die bal? Net te kort. Jammer. Van Olijven. Ruimte op. Dan aan de linkerkant. Alexander Mols. Komt die voorzet. Tegen de tegenstander aan. Thomassen nog een kans. Beltenman. En dan een overtreding van Jort van der Zanden. En die levert een gele kaart op. En is toch wel heel erg snel getrokken van scheidsrechter Otto. Blessure van Niek Vossenveld was het gevolg. En dan weer Jort van der Zanden. Let op. Weer net te kort. Hij speelde de bal net iets te ver voor zich uit. En daardoor kon hij onvoldoende kracht zetten om die bal in het doel te krijgen. Maar het was weer een hele goede actie van Jort van der Zanden. Blessure overigens van keeper Merits en zijn verdediger. Weggewerkt, Bakati. Ja, FC Emmen had het er best lastig mee met FC Den Bosch. En ze mochten blij zijn dat het pas 1-0 was. Dan een vrije trap van Buddy McGuire. En die zijn gevaarlijk. Komt hij? Loeihard op de vuisten van Merits, de doelman van FC Emmen. Welterman. Op zoek naar Thomassen, maar die kan onvoldoende kracht zetten achter die kopbal. Hoekschop. Gesida. Weer op zoek naar die lange mensen bij Emmen. En dan wordt het even spitsuur bij FC Den Bosch. Maar dan kun je zien met hoeveel mensen FC Den Bosch verdelen. 3-4 man gaan erachteraan. En dat is dan meteen ook de laatste actie in deze eerste helft. Waarvoor scheidsrechter Otto de laatste keer gefloten heeft. Den Bosch leidt in de eerste helft met 1-0. Dik verdiend. In de tweede helft gaat FC Den Bosch gewoon door waar het gebleven is. Probeert opnieuw Emmen onder druk te zetten. En probeert opnieuw de voorsprong te vergroten. Nog een poging van Emmen, maar die bal van Frank Olijven gaat gewoon heel ver over het doel. En er was dus geen gevaar. Thomassen gaat zijn tegenstander voorbij, maar wordt wel erg ver weg geduwd, scheidsrechter. Almeida die ontnam hem de mogelijkheid om de bal in het doel te krijgen. Van der Zanden. Van der Zanden krijgt de tegenstander op zijn hak. Maar ja, naar wie is die bal? McGuire. Op de hand van zijn tegenstander. Ja, scheidsrechter Otto. Goed gezien. En dat betekent één strafschop voor FC Den Bosch. De mogelijkheid om opnieuw te scoren. Komt-ie? Ja. McGuire. Hij zorgt voor de 2-0 voorsprong voor FC Den Bosch. En dat is een marge die wat ruimer is. En daar is iedereen natuurlijk dolblij mee. Merits. Een overtreding, scheids.
En ja, als je blijft praten, Cas Peters, dan krijg je een kaart. Ja, Gal, trainer van Emmen, gaat dan twee nieuwe spelers inbrengen. Dat was Hagenau en De Groot. Want ja, je moet wat natuurlijk. En Thomas krijgt nog even een gele kaart. Tweede van de serie van drie die uitgegeven werden door Otto. Handje en dan is alles weer goed. Moreno Rutte, ja, pas terug van een blessure. En die was moe gestreden na twee wedstrijden in drie dagen en werd vervangen door Tahapari. Ja, een hele subtiel kopballetje van Thomas. Hij gaat net over. Tahapari, let op. Een hele mooie actie. Heemskerk. Tahapari. Tahapari naar Hofstede. Leurling. Tahapari. En dan de Thomas. Dat is openen. Belterman. Terug naar Thomas. En dan is het vreselijk jammer dat de bussenspits zich vastloopt. Hoekschop. Belterman. Hofstede. De laatste wissel bij FC Emmen. En dan komt Lamouchi in het veld. Maar ja, Emma had het inmiddels eigenlijk al een beetje opgegeven. Want het verschil was toch wel groter aan het worden. Leurling die een strafschop had willen nemen. Nu een beetje geïrriteerd zijn tegenstander onderuit haalt. En daarvoor ook geel krijgt. Ja, dan de verrassing. Darren Maatsen, de nieuwe speler van FC Den Bosch. Die zijn debuut maakt. En met veel enthousiasme wordt ontvangen. En meteen laat zien wat hij kan. Daar komt hij aan de rechterkant. Met een voorzet, bijna uit stand. En die bal die wordt maar net gemist. Had er zomaar in gekund. Hofstede. Weer op Maatsen. Let op, hij gaat gewoon door. En dan moet de keeper heel vlug zijn. En het publiek vindt het geweldig. Weer Maatsen. Wordt toch wel een publiekslieveling zo te zien. Komt ze voorzet en dan is het Alexander Mols die maar net mist. En dat had de derde treffer kunnen opleveren. Thomassen. Haal uit zou ik zeggen. Dan gaat de bal in het zijnet. En dat is dan zo'n beetje de laatste actie van deze wedstrijd. Die met 2-0 wordt gewonnen door FC Den Bosch. En de meest gelukkige man van dat moment is natuurlijk de nieuwe trainer René van Eck. Hij wint twee keer achter elkaar bij FC Den Bosch.